juist wel dat, dat er jongeren zijn die heel graag aan de slag willen. En jongens zijn vaak geïsoleerd, zitten in een isolement. En wanneer wij met ze in contact komen, gaan wij ze helpen om, om daaruit te komen. En juist de sport rugby is daar een, hele goede, een heel goed middel voor. De harde leerschool is gebaseerd op de School of Hard Knocks uit het Verenigd Koninkrijk. En heeft in Nederland in meer steden navolging gekregen. Ook Almelo wil een hardnekkige groep werklozen nu gaan aanpakken. Nou ja, hard in de zin van sportief hard aanpakken. En dat doen we om die mensen en die jongeren te motiveren. Zodat ze door middel van sport de juiste mindset krijgen om uiteindelijk naar een betaalde baan toe te groeien. Rugby is natuurlijk een teamsport, een contactsport. Jongeren komen letterlijk met elkaar in contact. Het is een harde sport en daardoor ontstaat er respect, er staat een groepsband. En op die manier trekken die jongens elkaar uit het isolement en letterlijk uit de shit. De begeleiding gebeurt door professionele coaches. Ik zelf sta nog steeds op het veld. Ik ben Nederlands team aanvoerder momenteel nog. Dus naast mijn topsport draai ik dit soort projecten. En met trots doe ik dat samen met mensen uit de regio. Dus mensen van de rugbyclub Big Bulls gaan mij helpen om de jongeren aan het werk te krijgen. Gaan jullie deze jongeren een lesje leren, om het zo maar te zeggen? Nou ja, zo, dat is niet helemaal de insteek. Het is meer de insteek om mensen te motiveren en te inspireren. En we hebben tot nu toe gezien dat het altijd met veel succes lukt.